Waar is hij? Kan ik hem zien? Pas als we meer zekerheid hebben. We moeten eerst meer gegevens hebben. We hopen dat u ons erbij kunt helpen. Bedoelen jullie dat ik hem moet identificeren? Dat is in dit geval heel moeilijk. Het lichaam is ernstig verbrand. Maar niemand kent hem zo goed als ik. Misschien kan ik hem aan een heel klein dingetje herkennen. Dat kan toch? Het lichaam is echt onherkenbaar. Had ik alles maar meteen serieus genomen. Zelfs in mijn dromen gaf hij waarschuwingen. In uw dromen? Die bedreigingen. Ik dacht dat hij paranoia was of overspannen. Ja, als je een eigen zaak hebt, er is altijd wel wat. Wat voor bedreigingen? Wat ik ervan gemerkt heb. Telefoontjes, je weet wel. De telefoon gaat over en als je hem oppakt, is er niemand. Soms de hele avond door. Eerst wist ik niet goed wat ik ermee aan moest. Maar vorige week kwam hij opeens thuis met een blauwe oog en een bloedend oor. Wat is er toen gebeurd? Overvallen bij het afsluiten. Is daar aangifte van gedaan? Ja. Eerst vond ik dat onzin. De politie gaat er toch niet achteraan. Maar na die overval werd ik bang. Ik had het gevoel dat het uit de hand ging lopen. Had uw man vijanden? Er zijn altijd wel mensen die jaloers zijn omdat je een eigen zaak hebt, maar... vijanden? Nee. Loopt de zaak goed? Het is geen vetpot. Als mensen eenmaal een open haard hebben, dan is het klaar. En chantage, heeft u daar wel eens iets van gemerkt? Wat bedoelde u met die dromen? Het komt steeds op hetzelfde neer. Ik ben in een brandend huis en net als ik de trap af wil lopen, stort hij in. Als een rat in de val zit ik dan. Of ik zit in een brandende auto. En ik kan er niet uit omdat ik mijn gordel niet los krijg. En als dat dan eindelijk lukt, dan kan ik er nog niet uit. Omdat het slot ondertussen gesmolten is. Oh, wat een nachtmerrie. Op klaarlichte dag de zaak in de fik steken. Nog even, dan staan ze hier voor de deur. Rustig nou, ma. Misschien is het wel gewoon kortsluiting. Alles is dubbel geaard, dat weet jij ook. Nee, eerst je vader. Vandaag de zaak, morgen het huis en dan wij. Mevrouw. Oh, dat vuur, ik kan er niet meer tegen. Ik leef al jaren in een hel. Ik snap niet hoe ik dat zo lang heb kunnen volhouden. Mevrouw, zo komen we niet verder. Jullie hebben geen idee. In de hel is ook vuur, maar dit is erger. Wat die levensverzekering betreft. Voor brand zijn we ook verzekerd. Gelukkig wel. Uw man had een hele hoge levensverzekering. 3 maanden geleden afgesloten. Ja. Ja. Wat bedoelt u hiermee? Dat ik mijn man vermoord heb? Waar slaat dit op? Mijn vader is dood. Mijn moeder is doodsbang. En nu proberen jullie ons te beschuldigen? Dat zei ik niet. We willen alleen jullie medewerking. Mijn moeder wist niks van die levensverzekering. En ik ook niet. Ik heb toch al gezegd, typisch mijn vader om iets achter te houden. Maar waarom zou hij dat doen? Ja, hoe moet ik dat weten? Sinds ik uit de zaak ben gestapt, praat hij niet meer tegen me. Denk nog eens goed na. Waarom zou je vader dat achtergehouden hebben? Ik weet het niet. Ik wil net zo graag als jullie weten wat er is gebeurd. Nog liever.